die pedofiel, weg met die pedofiel. Weg met die pedo, weg met je, weg met die pedo, hommelen, leidaars. Ze staan gewoon te dozen aan de pont. Alle mensen. Weg met die pedofiel, weg met die pedofiel, weg met die pedofiel. Weg met die pedofiel, weg met die pedofiel, weg met die pedofiel, weg met die pedofiel. Oh, bouw de bollen! Chemisch kastereren! Dat is hoe we altijd leiden! Met z'n tanden op de natnek! Daar raden wij ons over. En dat horen jullie van de week zelf wel. We zijn hier niet voor niks, denk ik. Er zijn genoeg media, er is genoeg mensen zijn er. We hebben al aangekondigd, morgen doen we niks. Vanaf maandag gaan we kijken wat in elkaar zit. We gaan gewoon door tot hij weg is. Maar al moet het iedere dag, weet je, al is het iedere dag een uur of twee uur, hij moet gewoon weg. Hij moet gewoon het lijden. Onze kinderen moeten gewoon normaal kunnen wonen zonder dat zo'n man in de buurt zit. Klaar. En Jan is vandaag even woordvoerder, want ik heb net gehoord dat ik weer een proces kan krijgen. Als ik op de bond van wetsovertreders, hij heeft nu gezegd dat als ik elke dag zeg we gaan elke dag demonstreren, dat ik daarvoor aangeklaagd ook kan worden. Kan ik dus een kort geding krijgen. Dus nu is Jan even woordvoerder. Blijf ik even buiten. Jantje! En morgen is Pietert. En overmorgen is Jan het. En we gaan net zo lang door tot hij weggaat. Dus we gaan het ook zo doen in de groep. Iedere dag een andere woord. Dus dat er één alles op zijn dak krijgt, dat iedereen alles op zijn dak krijgt. Niet dat er één in de front wordt gedaan, omdat het een politieke kwestie is. We proberen gewoon onze best te doen. Die man die gaat gewoon naar zijn.